Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Super Mario Land 2 6 Golden Coins ding met Jordi van de Super Park Guys. We gaan iets doen met coins vandaag en dat is letterlijk het enige wat we gaan doen vandaag. Dat klopt, ja. Maar ik wil eigenlijk eerst de 6 grote coins halen voordat ik coins ga farmen, zodat ik in ieder geval weet dat ik dat niet voor niks doe. Ja, ik doe het meer omgekeerd. Ik ga nu coins farmen, zodat ik als ik de posters ga doen, ik tenminste geen problemen heb daarmee. Ja, oké, precies. Ik snap wat je bedoelt. Dus dat is meer mijn idee vandaag. Nou ja, maar goed. Zo. Ja, want het is echt nu een kwestie van... Afmaken, ja. Afmaken, ja. Dus dat... Oh, ik had bij die winkel waar ik dus altijd games haal, waar ik dus vandaag was, heb ik nog even nagevraagd naar Dokkapon Kingdom. En de eigenaar van die winkel, zeg maar, die was helemaal hyped. En diegene die ernaast stond was net als Nando, dat hij echt niks van die game moest weten. Ja, dat vind ik op zich wel geinig, hoe soms dan hele oude, obscure games dan zo'n following kunnen krijgen. Ja, maar dat komt, weet je, die mensen die weten echt alles, zeg maar, over games. Dat merk ik altijd. Want ik had Advance Wars vast en er kwam al iemand naar me toe van, heb je vroeger Advance Wars gespeeld? Ik zei, nee, ik heb nog nooit gespeeld, maar ik heb gehoord dat het wel een leuke game is. En toen zei hij van, ja, het is echt, hoe heet het, voor iemand die het vroeger heeft gespeeld, is het echt een leuke game, zei hij. Ja, waarom denk je dat ik er zo van behaalde Xenoblade vandaag uitkwam? Ja. Ik wil verder met Advance Wars, verdomme, maar ja. Dat snap ik. Als het Advance Wars is tegen Xenoblade, sorry, maar dan wint Xenoblade. Ja? Ja. Hij zei wel van, hij had het leuk gevonden als er nog net even wat meer vernieuwing was of zo, zei hij. Hij zei wel van, maar voor iemand die het nog nooit heeft gespeeld, is het een topgame. Ja, je hebt Free Houses gespeeld, hè? Je weet dat je in Free Houses zo'n optie had, die Define Pulse. Dat je terug in de tijd kan. Oh ja, ja, ja. Maar dat je ook precies kan selecteren op welk punt je terug gaat in de tijd. Ja, dat klopt, ja. Dat heeft Advance Wars niet. Nee, oké. Okay. Die heeft alleen een beurt herstarten. Ja, alleen ik had gezegd van, ja, ik vond Fire Emblem niet echt heel erg leuk, zeg maar. Alleen hij zei wel van, ja, voor iemand die de game mechanics wel leuk vindt zoals ik. Alleen, het kan een stukje minder moeilijk zijn en het is wat... Hoe noemde hij dat nou van? Het is wat toegankelijker, zeg maar, dan dat. Het is minder busy work, klopt. Ja. Want met Fire Emblem moet je met sommige games ook rekening houden met. Oké, wat is de durability van mijn zwaard? Heb ik alle items goed? Ja, heb ik alle inventories goed? Is iedereen goed gemanaged? En alle skills goed? Mm-hmm. Heb ik ervoor gezorgd dat iedereen zijn klasses goed heeft? Heb ik goed nagedacht, oké, is de eerstvolgende met de stats goed? Oké. Ja, Advance Wars is niks meer. Advance Wars is dat op zich niks meer dan. Oké, ik heb mijn infanterie. Ja. Ik kan niks bouwen. Dus ik moet met alleen maar deze infanterie de game halen. De level halen. Oké. Hij zei ook van, het is veel vergevensgezinder. Als je een foutje maakt, zeg maar. Je kan. Afhankelijk van de levels, ja. Ja, hij zei ook van. Bij Fire Emblem is het gewoon, als een character dood is, is een character dood, zeg maar. Ja, en hier dan is het niet zo erg om wel eens wat op te offeren, zeg maar. Nee, precies. Want sommige... Ja, ik ga even op hele Advance Wars rent, hoor. Hoe het gaat is, je hebt een paar levels waar je ook units kan maken. Dus dat je gewoon dingen hebt zoals barakken. Ja, dat zei hij ook, ja. Of schepen. Ja, dan maakt het ook niet uit of je een unit verliest, want je kan ze zo bijbouwen. Ja, precies. Maar de eerste paar levels die je hebt, moet je doen met een x-aantal units. Je kan niks bijbouwen, je kan ook niks doen, dus... Okay. Daarom zeg ik ook, sommige levels maakt ook niet uit dat je dingen verliest. En ja, over het algemeen, ze hebben geen naam, ze hebben units. Ja, precies. Dus dat maakt het inderdaad wel een stuk beter en... Het is ook inderdaad waar, de game is wat vergevingsgezinder. Het is ook een stuk... makkelijker, omdat je ook naar verhouding niet zo heel veel tijd kwijt bent met een level. Met een level eigenlijk, ja. Kijk, er zijn een paar levels die lang duren, maar dat komt omdat zowel jij als de enemy dan dingen kan bouwen. Ja, precies.
Ik hoef jou niet uit te leggen in een strategiegame dat het, het vechten om een choke point heel moeilijk kan zijn als iedereen maar units kan blijven bouwen. Mm-hmm. Want iedereen blijft er maar mensen tegenaan gooien. Hey, ik dus moet dat, gaan, kut, sorry. Dus dat maakt soms die levels een beetje ruk. Ja. Ja. Ik heb het fans was niet meer aangeraakt sinds ik bezig was met de laatste wereld. Maar ja, daar is echt zo'n voorbeeld van, oké, de enemy kan die enemy blijven bouwen. Mm-hmm. Ik ook blijven bouwen. Oh, het is al dag 30. Oeps. Ja, precies. En dan is het wel de finale van de game alsnog. Mm-hmm. Maar ja, die ga je uiteindelijk ook uit afspelen, zeg maar. Oh, ik ga één afspelen. Dan wist ik naar Xenoblade. Omdat ik Xenoblade uit heb, ga ik naar twee. Oké. Okay. Maar ja, Xenoblade is natuurlijk alleen een ding, hè? Alleen DLC. Alleen DLC. Ja. Xenoblade DLC is als op zichzelf al heel snel 12 uur. Oké, okay, dat is wel veel. Ja, de DLC's van Xenoblade, even kijken, je hebt Future Connected. Dat is de DLC van Xenoblade 1. Daar was ik 8 à 9 uur mee bezig. Oké. Okay. Dan heb je Xenoblade 2, Torna the Golden Country. Daar was ik 14 uur mee bezig, maar daar moest ik ook sidequests doen. Nou ja, waarschijnlijk zometeen Future Redeemed. Ook een goede 10 à 12 uur. Ja, precies. Oké. Maar ik ben nog steeds niet over uit of ik de... Ik ben de naam kwijt van de DLC van Scarlet en Violet. Ik ook. Maar dan ben ik nog niet uit of ik dat ga halen. Nee? Ik heb nog steeds de Crown Tundra niet uitgespeeld, hè, van Sword and Shield. Oké, waarom niet? Te veel andere dingen te doen? Nou, niet per se te veel andere dingen te doen, maar ik zie geen reden om bijvoorbeeld dingen te halen zoals Reggie Lackey en Reggie Draco. Oh ja, ik doe dat gewoon omdat ik het leuk vind, ja. Nee, precies, maar ik had Calyrex gedaan, ik had de Spectre gefixt en toen was ik zo van... Ja, moet ik nog de rest van de Crown Tundra doen? Nee. Nee. Je hebt wel toch al de... hele Isle of Armor heb ik wel klaar, ja. Ja, en de Max... En de Max Adventures en zo, die shit. Max Adventures had ik gedaan, maar na 5 à 6 keer was ik daar op zich ook wel. Oké, ja, Max klaar Adventures. Mee. Ik shiny hun niet, hè? Nee, dat is waar. Pas jou was denk ik was iedere keer aan het shiny hunten. Ja, oké, ver en af. Maar voor de legendaries doe ik het toch niet. Dus dan is het heel snel van oké, klaar. Kijk, de Crown Tundra is wel verdomd makkelijk als je wil gaan speedrunnen. Dat is inderdaad waar. Want Dynight Ore is broken. Kutzooi. Ja, ik wil toch eens kijken wat die DLC nou dat zo meteen daadwerkelijk is. Ja. Want concept art haalt mij niet over. Nee. Ik ben wel... nou, weet je, ik ben er niet hyped voor, want... Er is niks. Dat niet. Nee, precies. Alleen ik heb wel gewoon weer zin in nieuw, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld ook heel veel zin in het feit dat ik bij onze Monotype Generations... om Scarlet te gaan doen. Daar heb ik ook echt zin in. Ja, maar dan speel je ook Scarlet weer om een... Op een andere manier. En dat is vaak de enige reden waarom ik dan nog Pokémon games speel. Want die normale runs halen mij niet meer over. Om de simpele reden van normale runs is voor mij twee vingers in de neus. Ja, precies. Dan ook nog op zich die hardcore Nuzlocke in de achtergrond. Mhm. Ik moet dan wel zeggen dat ik misschien, als ik me een keer verveel, misschien Usum opstart om Mantine Surfer weer verder te doen.
Want ja, dat vond ik nou niks. Dat werd voor mij een beetje verslavend. Ja, oh, dat vond ik dus helemaal niks. Nou ja, dit is een hele makkelijke manier om even gewoon punten te scoren. Om gewoon even lekker... Ja, maar wat kan je met die punten? Rekennis kan je van kopen, proteins, TM's. Ja, dat snap ik op zich. Alleen, is dat op een C-vel die je nog vaak gebruikt? Nee, het is puur voor lol. Ja, precies. Maar ja, ik heb ook geen moeite om bijvoorbeeld mijn Sword & Shield safe data weg te halen. Nee, precies. Nou ja, dat, ja ik doe maar echt mijn main game, die delete ik nooit hoor. Mm-hmm. Nee, maar daar heb ik geen moeite mee. Ik zet er wel allemaal monsters die ik heb in de box in home. Mm-hmm. Als ik geen home had gedaan, dan had ik er waarschijnlijk meer moeite mee gehad. Ja, precies. Maar ja, anders had ik ook gewoon gezegd, fuck it, geen home. Oké, prima, dan doe ik wel op een andere account. Ja, precies. Dat is zo makkelijk met de Switch, dat je gewoon een nieuw game kan doen op een andere account. Ja, een beetje omgekeerde wereld, of niet? Mm-hmm. Dat hadden ze voor mij ook op een andere manier kunnen doen, maar ja. Het enige wat ik vervelend vind, is het feit dat... dat je... op het andere account dan ook per se Nintendo Switch Online. Online, ook. Ja. Maar ja, dat doen ze om, ik denk, deels beveiligingsredenen. Mm-hmm. En de ander, ja, ze willen er gewoon geld uitslaan. Dus ik snap het ook 100%, hè. Ik bedoel, ik vind het niet raar, alleen het is wel jammer. Ja. Want dan waren dingen zoals bijvoorbeeld cage locks of online matches doen zonder dat je main iedere keer erbij hoeft te pakken. Mm-hmm. Toegankelijker. Hoeveel golden coins had je op dit moment? Alle 6. Alle 6. En je bent nu geld aan het verzamelen? Of ben je levens aan het... Ik wil geld verzamelen, alleen ik ging per ongeluk naar het kasteel toe, dat was niet de bedoeling. Oeps. Maar ik kan weg. Dus nee, ik moet alleen even het juiste leveltje zien te vinden. Ik weet dat er levels zijn waar je heel veel gold kan halen. Nailpart level, rivier in, meteen links. Oh. Nailpart level. Maar dat ben ik de afgelopen 13 minuten al aan het doen. Oh. 50 coins per attempt. Nou, ik ben nu 13 minuten bezig, dus ik zit nu op 4,50. Dus ik kan op zich wel nagaan, je bent ongeveer anderhalf minuut bezig per level. Ja, precies. En de bonus, je hebt heel snel power-up. Dat is waar. Ik weet niet of ik tot de 999 ga. Ga jij tot de 999? Ik ben niet zo OCD. Als ik erop uitkom, ja. Als ik een extra ronde voor moet doen om 20 punten te krijgen. Nee, dan... ik bedoel eigenlijk meer voor die... casino? Voor die 999 casino. Ik weet niet wat je daar krijgt. Als je daar guarantee 20 levens krijgt. Betwijfel ik. En als het echt zo is, guarantee 20, dan is het naar verhouding nog steeds niet waard. Maar weet je wat? Fuck it. Ik ga zo meteen wel kijken. Even terugkomen op het verhaal waar je net zei over Dokkapon. Er komt dus een fysieke versie? Ja. Huh. Hij zei wel eenmalig, dat zei hij wel. Ja, oké. Okay. Dat er überhaupt een fysieke versie komt, daar verbaas ik me al over. Gewoon omdat heel veel bedrijven langzaam zeker echt van die fysieke versies afstappen. Of alleen maar een fysieke versie geven en dan een downloadcode erin flikkeren. Ja, precies. Ik mis wel die tijd hoor, dat je een game haalt en je had ook nog zo'n mooi instructieboekje erbij. Ja. GameCube tijd.
Ik had echt een hele ding vol met instructieboekjes. Nou, ik had de oude Pokémon Blue instructieboek. Ik heb geen idee waar die nou is gebleven, maar daar stond gewoon een Pokédex in. Nou, je had ook zo'n player guide of zoiets. Dan werd je echt helemaal door de... Eigenlijk een soort voorloper van de walkthroughs online, zeg maar. Dat was ook wel grappig. Justin had die dingen ook. Die pakte dan bij. Er stonden ook altijd heel veel fouten in en zo. Volgens mij heeft, is er ook een Poketuber die al die dingen... Papa C. Wie? Papa C. Oh, volgens mij heeft de J-Witch dat ook een keer gedaan. Zou kunnen, maar Papa C is degene die vaak die walkthroughs doet. En die noemt ze dan... How Nintendo intended. En dan gaat hij zo'n hele walkthrough door van oké, wat moet ik vangen? Wat moet ik doen? Ja. Lol, dat is interessant. Oh nee. Nee, ik wou het zeggen, maar het klopt niet. Laat maar. Ja. Was je ondertussen al een nijlpaard level? Ja. Ja, 50 coins, hè? Je hebt toch ja, dus zo'n zakje zit ook in heksenlevel, in het laatste level, maar dan moet je elke keer die heks verslaan. Ja, precies. Er is ook eentje in dat level van de biggetjes, maar ja, moet je ook iedere keer de big gaan verslaan. Ja. Dit is praktischer en kost minder moeite. Precies. Nou, ik zit op 591 nu. Nice. Gaat alsnog wel even duren, maar... Zo. Ja. Wordt even geboord. Ja, daar zijn ze nog mee bezig. Zet. Ah. Nee. En het probleem is, het is niet lang genoeg om een mic te muten en niet snel genoeg om hem open te laten staan. Speel jij met controller of met Joy-Cons? Controller. Ja, ik heb een beetje last van dat die niet links en rechts in de map, zeg maar, in de hub, niet echt goed pakt, zeg maar. Nee, het was een heel lange periode dat ik gewoon met Joy-Con werkte en in zo'n houder. Maar na verloop van tijd ging ik ook games als Bayonetta hierop spelen. Mm-hmm. Nou, dat moet je niet op een Joy-Con willen. Nee, precies. Als in, die Joy-Cons overleven het niet. Nu ben ik wel benieuwd. Even kijken. Hey. Zo. Zo. Moet altijd wel lachen en om gewoon video's terug te kijken. Welke video's? Gewoon oude video's. Dat is meer ook een beetje meer het ding van alle kanalen die ik heb gedaan. Gewoon dingen die destijds speelden. Ja, het verouderd, ja, het dateert de video, maar het is altijd wel geinig om te kijken van waar was iedereen's kop destijds. Ja, precies. Ah, dat is wel interessant. Hey, ik heb in het nijlpaard level nog iets interessants. Als je jezelf... noem je dat Fireflower hebt. En dan kan je zo naar beneden laten zakken. Kan je zo'n blokje wegschieten. En als je dan weer klein wordt door geraakt te worden, kan je twee hartjes pakken. Ja, nice. En dat is dan onder in de zee of helemaal bovenin? Dat is onder in de zee eigenlijk direct als je dat de coins hebt gepakt, zeg maar, die 50 coins, ja. Dan kan je dat eigenlijk meteen naar beneden. Ik merk dat mijn A-knop het aan te geven is. Uh-oh. Ja. Ik merkte het al een keer eerder, hoor. Nu heb ik een tijdje niet meer op de Switch gespeeld, behalve dit spel, zeg maar. Maar ik merkte al dat ik eigenlijk even een nieuwe controller moet fixen. Ja. Jammer genoeg zijn ze alleen zo godvergetelijk duur. Ja, 70 euro of zo, zoiets. 60, ja, 70 euro. Ik kan me tijd herinneren dat je controllers voor de helft van een game kon kopen.
Ja, precies. Nu zijn ze een game. Mm-hmm. En ze gaan niet langer op mee. Nee, precies. Het is wel geinig dat je in een beetje oude games zoveel secrets had. Ja, je ziet ze op de map ook allemaal, hè, die secrets. Mm-hmm. Die secret leveltjes. Ik heb ze nog nooit allemaal gehaald. Het zijn geinige dingen, alleen ja, in de huidige tijd zijn het meer van ja, het zijn nu sidequests. Ja, precies. Ja, maar ja, ik ga ook niet meer in een open world game alle secrets door. Dat... Ah, ik vind het wel leuk hoor. Ja, voor mij wordt het dan niet meer secrets omdat, nou, het was leuk om te laten zien, maar het is langzaam zeker meer secrets, want ja, het is een secret, we stoppen het expres in. Ja, precies. Zoals bijvoorbeeld Mew in Gen 1, dat is en blijft nog steeds een leuke secret. Ja, terwijl het eigenlijk geen secret is, maar het is meer voor de developers dat ze er zelf bij konden, zeg maar. Ja. Ik heb het wel eens gedaan, de glitch. Jij ook? Mm-hmm. Ik heb letterlijk een video gemaakt op PRD destijds van hoe je het moet doen. Oké. Okay. Geinig hoe zulke slechte video's dan zo goed worden bekeken. Ja. Hoeveel devs heb je al? Dat kan je zien blijkbaar. Onderin. Is dat niet naast de tijd? Wil je links? Dat keer? Nee, dat zijn je levens. Nee, je hebt levens, muntjes en bedoel je dat icoon dat overblijft? Volgens mij is dat hoeveel je enemies je hebt gekilled. Ah. Ja, dat is hoeveel enemies je hebt gekilled. Hmm. Ooit of? Ik denk in deze sessie. Nou, weet je wat, ik heb 600 coins. Ik ga eens even drie keer die 200 doen, denk ik. Ja, hey, ik ga voor die 999. Ik wil ook niet kijken wat het is. Ja. Hey, ik moet toch nog 4 coins, dus... Als jou niet lukt, ja... Hoef ik... Oh, je moet nog 4 coins? Oh, 4 grote coins, ja. 4 grote coins. Kom op, een keer 20 zou lekker zijn. Kom op, je kan het. Ja, 20! Sweet! Nice. 20 leven! Nou, moet dat in ieder geval lukken. Nou, ja. 3 levens, nice. Ik heb 27 levens om het te halen. Dus je hebt 26 kansen om van Wario te verliezen. Ja. Yeah. Dat moet lukken, lijkt me. Het is geen makkelijk level, hè? Nee, maar je hebt 26 pogingen. En als je een power-up hebt, dan is het helemaal makkelijk. Maar dan is de vraag, heb je een power-up? Nope. Ik ben een kleine Mario. Ja, oké, dan is sowieso al. Dan heb je nog maar 25 pogingen over. Oeps, verkeerd ingeschat. Zo. Here we go. Nou, ik zit op 866, dus aan het einde van deze aflevering heb ik een 999. Nice. En dan is er waarschijnlijk iets op het casino wat staat instant death. Nee, dat verwacht ik niet. Jij niet, ik wel. Ik denk echt wel dat je iets van een reward krijgt, hoor. Ja, de credits van de game. Ja, doei! Ja, nee, wat het wanneer je had gezegd, je moest de game halen. Nou, als je credits hebt, heb je de game gehaald. Ja, dat is wel. Daar is niks aan geloven.
Kut. Ik heb even nog weer 200 gig van mijn schijf af moeten halen. Dat is een beetje een nadeel als je meerdere projecten tegelijkertijd hebt lopen. Ja. Harder beleven op deze manier. Nou ja, je hebt er nog 23. Ik wil eigenlijk het liefst de aflevering beëindigen. Vind je dat oké? Ja, prima. Ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.